Eindhoven heeft naast de titel van Europese hoofdstad van innovatie gegrepen. Dat is vrijdagmiddag gebleken op een bijeenkomst in Brussel. Daar werd de European Capital of Innovation Award uitgereikt. Eindhoven was in de race op basis van zijn bitboek In Lighting Tomorrow Society. Het gebruik van licht staat daarin centraal, bijvoorbeeld de manier waarop met gekleurd licht wordt geprobeerd het stratumseind veiliger te maken. Maar dat bleek niet voldoende. In plaats van Eindhoven ging Amsterdammer met de prijs vandoor.